Hi, en leuk dat je kijkt naar een video waar ik heel veel vragen naar heb gehad. Waar heel veel mensen op zitten te wachten. Um, een video die ik eindeloos heb uitgesteld. Een video die ik start. Nog steeds niet wetende hoe ik ooit ga uitleggen wat er allemaal hier gebeurt. Ik denk dat. Als je me al lang volgt, of zelfs kort, dan weet je dat ik het afgelopen jaar um, heel erg aan het zoeken ben naar mezelf. Probeer te genezen van alles wat ik 31 jaar heb weggestopt. Van alle patronen die ik heb geleerd. Um, en dat ik. Dat tegelijk met het delen van mijn leven eigenlijk heel moeilijk vindt. Ik heb de afgelopen weken heel veel nagedacht over waarom ben ik begonnen met YouTube. Waar kwam het verlangen vandaan om te delen? Waarom ben ik überhaupt iemand die je altijd zoveel deelt? Waar komt dat vandaan? En eigenlijk was de uitleg heel makkelijk. Omdat ik denk dat ik. Wat een ellende. Ik dacht eigenlijk dat ik dit best wel steady kon gaan doen. Maar blijkbaar niet. Omdat ik. Uh, niet meer het meisje wilde zijn wat niet gezien werd, wat vergeten werd. Ik denk dat het ergens een schreeuw om aandacht en liefde was. Het opvullen van iets wat zo ons brak in mijn leven um Hopend dat andere mensen die dat ook zo voelden en ervaarden er misschien ook wat uit konden halen. Als je mijn relaties een beetje hebt meegekregen in mijn vlogs, wat er best wel wat zijn geweest. Drie, denk ik. Ja. Dan heb je sommige valkuilen ook wel keer op keer terug zien komen. Ik uh, denk dat ik door de jaren heen ook wel spiegels van volgers heb voorgehouden gekregen en over hoe onwijs ik please, hoe ik over mezelf heen loop, hoe ik mijn grenzen niet ken. Hoe alles wat ik doe in teken staat van een ander. En. Nu zit ik in dat proces van dat afleren. Een heel dankbaar proces met een hele fijne therapeut die me ontzettend veel leert en waar ik ook dus heel veel oude trauma's mee moet herleven om te begrijpen waar het gedrag vandaan komt, te begrijpen hoe ik zo geworden ben. En eigenlijk zitten we nu op een heel mooi punt. En dat punt is dat ik me realiseer dat ik nooit de ruimte heb gepakt, de ruimte heb gekregen om mijn eigen ik, mijn ware zelf, te kunnen ontwikkelen. Om te zijn wie hier binnenin zit, om dat te mogen ontdekken, om na te denken over wat ik voel. Dat in de eerste plaats al, want ik was alleen maar bezig met andermans gevoelens. Wat ik nodig heb, want ik doe alleen maar wat een ander nodig en ik heeft en ik voel dat perfect aan. En, en waar ik blij van word. Want mijn antwoord is eigenlijk mijn leven lang geweest. Ik ben blij als een ander blij is. Maar zo werkt het niet. En dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom ik in relaties maar sowieso in mijn leven daar altijd tegenaan bleef lopen. En nu zit je dus in een fase dat je 32 bent en dat je mag gaan leren wie je bent. Maar hoe kom je erachter? Hoe kom je erachter wie je bent? Hoe kom je erachter wat bij jou hoort? Hoe kom je erachter wat je wil? Hoe leer je eindelijk ruimte geven aan gevoelens die je altijd hebt weggestopt, die er nooit mochten zijn? En belangrijker nog, hoe laat je je niet leiden door wat andere mensen en de wereld om je heen daarvan vinden? En dat is moeilijk. Want de laatste uh, weekvlog die online kwam. Knapte er denk ik ook iets omdat er heel veel lieve, lieve reacties waren over mensen die zeiden: ik mis de oude Sophie, ik mis wat je vroeger deed. En toen dacht ik: maar wie mis je dan? Wie mis je dan? Dat, dat, dat mens wat geen idee heeft wie ze is, dat mens dat probeert te leven. Op een manier die voor iedereen goed is, die niemand in de weg zit. Het mens dat geen idee heeft waarom ze hier eigenlijk is. Mis je dat mens, het mens dat maar met alle winden meewaait. en eigenlijk helemaal niet gelukkig is? Mis je dat mens, want ik wil dat mens niet meer zijn. Ik wil dat mens niet meer zijn. Dus ik kan dat mens niet meer geven. En toen dacht ik ook oké, okay, het is dus En dat heb ik het in therapie ook veel over gehad. De oude Sophie past niet meer. En de nieuwe Sophie is er nog niet. Dus zoals zij het zo mooi zei. Je gaat van een rups naar een kokonnetje. Je zit in je kokon en daar word je afgebroken tot slijm. En vanaf daar mag je het opnieuw ontwikkelen tot een vlinder. Maar dat is eigenlijk een heel moeilijk proces en een hele moeilijke fase. Want je wordt afgebroken tot slijm, er blijft eigenlijk niets over. Want dat is het. Wat blijft er over als alles wat ik was, niet alles, want natuurlijk zit er ook wel alleen je weet niet wat. Maar als voor, voor jou het grootste gedeelte van wie je was bestaat uit copingmechanismes die je zelf hebt aangeleerd. En die je nu aan het afleren bent, wat blijft er dan nog over? Wie blijft er dan nog staan? En dat is zo'n intens energievretend proces. En dan is het zo moeilijk als er dan een community achter je staat die vragen heeft, die meeleeft. En ik, ik ben daar ook dankbaar voor wat ik heb opgebouwd. En ik wil ook dat jullie dat weten. Dat, het, dat ik me realiseer hoe bijzonder dat is. Maar de vraag hoe gaat het met je? Is er één waarop ik geen antwoord heb? En waarop ik eigenlijk ook geen antwoord wil geven. Want. Dat is dus ook wat er nu gebeurt. En dat frustreert me. Want als ik eenmaal begin, als ik het eenmaal toelaat, als ik eenmaal begin te praten, dan stopt het niet. En dat is iets wat heel goed is. Want het moet er ook uit. En ik moet ook alle tranen die ik ooit heb ingehouden, die ik nooit heb mogen voelen, die moeten eruit. Alleen als je. Jezelf zo aangeleerd hebt om dat niet te doen. Om altijd te zeggen: Zo erg is het niet, kom op Sophie, blijf het doorgaan. Dan voelt dit dus als zwakte. Dan voelt dit als zit ze weer te janken. Dan voelt dit alsof ik het niet goed doe. En dat is mijn grootste angst. Het niet goed doen, niet goed genoeg zijn. Um, en als er dan zoveel mensen zijn die. Ik niet teleur wil stellen en die voor mijn gevoel zoveel van me verlangen, wat ik in mijn ogen niet kan zijn. Ja, dan klap ik dus dicht. En dat is wat er nu is gebeurd. Um. En ik mis het wel, want ik merk ook gedurende de dag dat ik wel momenten heb en dat. Ben ik nu wel op Instagram aan het delen. Gewoon heel erg zonder verwachtingen. Gewoon als ik op dat moment iets film. Wat ik eigenlijk naar mijn vrienden stuur ook. Eigenlijk 90% van die dingen stuur ik eerst naar mijn vrienden. En daarna denk ik, oh, dat is ook leuk voor Instagram. Um, dat het zo los is en zo weinig um, druk geeft. Alleen ik wil niet meer delen vanuit angst om anders niet gezien te worden. Om vergeten te worden. Angst dat het anders niet genoeg is. Ik wil delen. Waarom wil ik eigenlijk delen? Ik weet het niet. Ik, ik weet het niet. En dat zijn. Dat is mijn antwoord op zoveel. Ik, ik weet het niet. En ik wil er zo graag achter komen, maar hoe kom je erachter? Hoe kom je erachter wie je eigenlijk bent? Hoe kom je erachter wat je eigenlijk wil? Hoe kom je erachter wat bij jou hoort? En ik denk dat een groot deel daarvan loslaten is. Is uh, met je armen open gaan staan en klaar om te ontvangen wat het ook mag zijn. Maar dat betekent dat er nu niks is. En dat vind ik moeilijk. Vind ik moeilijk. Dus ik probeer te luisteren naar wat mijn lijf nodig heeft, naar waar het om vraagt. En dan is het rust. Dan is het rust. Dan is het niet hoeven nadenken omdat ik al zo eindeloos aan het nadenken ben. Dan is het eigenlijk de pauzeknop indrukken. En het op mijn tempo mogen doen. Maar het voelt ook alsof ik dus. Het daar niet goed doe. Maar ja. Het is al goed. Het is al goed. Ik ben al goed. Het is al goed. En dat is ook iets wat ik alsmaar bij alles blijf herhalen. En. Kijk, sommige dingen gaan zo bizar ver. Om je een klein indruk te geven over. Hoeveel invloed dit heeft op mijn leven, op mijn letterlijk iedere seconde van mijn leven. Als ik ochtends de sokkelaar open doe en ik zie het paar wat ik aan wil, want daar staan teddyberen op en die vind ik leuk. Dan zeg ik tegen mezelf: Nee, Sophie, die mag je niet pakken, want het zijn niet de bovenste. Dus in alle kleine beslissingen die ik moet nemen zit een stemmetje in mijn hoofd wat vertelt wat ik eigenlijk vind dat ik zou moeten doen waar niet eens argumenten voor zijn want waarom zou ik in vredesnaam de boos paar sokken moeten halen maar het is constant een soort overkoepelende critic die overal iets op te zeggen heeft en dat kost me zoveel energie en het is mijn leven en het zijn mijn regels en dat ben ik allemaal nu in aan het proberen. En er zijn dagen dat het super goed gaat. En dat ik denk: wow, kijk, mij eens goede beslissingen nemen. Kijk mij nou eens best wel vanzelf leven. Dus niet op de automatische piloot zoals ik de afgelopen tien jaar heb gedaan. Maar vanzelf leven in de zin van keuzes vanuit mezelf maken. Um. Alleen als je niet weet wat je keuzes zijn, 9 van de 10 keer, ja, dat pff, kost zoveel energie en het is zo ingewikkeld. En ik realiseer me ook wel dat ik de afgelopen jaren heel veel heb aangepakt als zijnde uh, afleiding. Of ik ben pas in, door therapie gaan inzien hoeveel dingen, zoveel meer. Invloed op mijn systeem hebben gehad dan ik ooit had durven toegeven. Um, hoe laag mijn zelfbeeld eigenlijk is. Hoe slecht ik voor mezelf zorg. Hoe erg tekort ik mezelf heb gedaan. Zoveel dingen onbegrijpelijk. Zoveel pijn opgesloten in het lijf. Wat het nu verwerkt wordt en een plek moet krijgen. En wat ook respect verdient. Want er was een tijd in mijn leven dat het kopingsmechanisme nodig was om te kunnen overleven, om er nu nog te zijn. Maar nu ben ik een volwassen vrouw en nu mag ik andere keuzes maken. Alleen dat is nog niet altijd makkelijk. Het is ook moeilijk om dit goed uit te leggen, maar ik hoop dat je er in ieder geval wat aan hebt. Dus ja, en nu. <laughs> Eigenlijk uh, voor mij is het um, doen wat goed voelt. Wat betekent dat ik geen idee heb. Want ik heb geen idee en ik wil geen keuzes maken waar ik nog geen antwoord op heb. Dus um, ik heb een vakantie geboekt. <laughs> en best wel kort dag. Dus ik ga aankomende woensdag al. Een weekje naar Egypte in mijn eentje. En um, um, ik denk dat. Nou ja wat ik zei. Instagram is momenteel hetgene waar ik het meest op deel. Omdat dat zo. Dat hoeft niet voorbereid te worden. Dat hoeft niet geëdit te worden. Het kost gewoon een stuk minder energie. Omdat het kleine snippets zijn. Uh, misschien dat ik daar wel een dagje vlog. Dat ik jullie meeneem. Misschien ook niet. Ik. ik we shall see, oké? Okay, we shall see. Ik heb twee samenwerkingen lopen die echt gelukkig heel lief zijn. Waar ik ook heb aangegeven van het lukt momenteel niet, het gaat niet goed. Dat zij ook heel lief zeiden, het is geen haast. Maar die twee video's moeten nog online. Uh, de eerste komt denk ik dit weekend. Um, vind ik ook weer moeilijk, omdat dat dan samenwerkingen zijn. En dan upload ik zo weinig van mezelf, ga ik dat wel uploaden. Uh, maar ja, dit zijn dus dingen die ik ja, lang al heb afgesproken. En had ik die dan niet aan moeten nemen? Waarschijnlijk niet. Maar op goede dagen kun je jezelf zwaar overschatten. Eigenlijk was dit een QA. Dus ja, laten we even kijken wat voor vragen er binnen zijn gekomen. Um, waar is Birdie? Nou, Birdie is afgelopen woensdag hier nog geweest. Daar hebben we hebben heel gezellig samen gegeten. Alleen er is dus geen uh, content van. Hoe lang ben je al vrijgezel? Um, ja, dat ligt een beetje aan, want mijn laatste situationship is ook even een relatie geweest. Dat heb ik nooit uitgebreid gedeeld, omdat dat zo, het zo was al zo knipperlicht dat toen het eindelijk een relatie was, denk ik dat ik ergens diep van binnen ook al niet vertrouwde dat hij dan niet meer weg zou gaan, want hij ging altijd weg, vroeg of laat. Um, dus voor mij uh, was dat wel een relatie. Maar als je het rekent. Nou ja, het was ook echt een relatie. Maar vanaf het begin, zeg maar. Um, dat is denk ik. Ja, dat was april vorig jaar. Dus. Ja, weet ik veel. Weet ik. Pff. Als je het vanaf goed drie rekent, dan is het nu uh, twee jaar en uh, drie maanden of zo. Maar voor mijn gevoel uh, is het dus minder omdat ik echt anderhalf jaar verslaafd ben geweest aan een mens. Um, ga je stoppen met vloggen? Ik mis echt je dagelijkse vlogs. Nou, um, ik denk het niet. Ik denk het niet. Um, maar ik weet het ook niet. Ik ga pauze nemen in ieder geval. Uh, op zo'n manier van we zien wel. <laughs> maar ik zie mezelf ook niet helemaal verdwijnen. Alleen ik denk dat ik nu gewoon rust nodig heb. En ik merk wel dat als ik die rust pak, hoe snel ik dan weer een motivatie en energie vind om dingen te delen. Dus ik denk wel dat dat ook een deel van mij is. Um... Ja, ik, kan zo, ik kan er zo geen antwoord op geven. Mag ik nog eens weten hoe je je haar zo mooi hebt gekregen? Ja, nou. Um. Ik denk dat ik mijn eigen haar momenteel niet zo mooi vind. Maar uh, ja, ik bedoel, het is wel. Ik zie zelf ook hoeveel gezonder het is. En ik ben natuurlijk met die curly uh, girl bezig. En mijn eigen haar leren kennen. Um, en ik heb eigenlijk altijd fijn haar gehad, maar vroeger was het ook dun en dat is het eigenlijk niet meer en dat komt echt door haarolieën. Ik heb hem toevallig hier staan. Uh, deze gebruik ik twee keer per week. Dan doe ik mijn hele haar in de olie en um, dat laat ik minimaal een uur zitten en dan was ik het eruit en dat heeft echt voor gezorgd dat mijn haarlijn ook echt veranderd is. Ik had vroeger een soort van inkeping aan de voorkant en die is helemaal weg. Ja en het is gewoon veel dikker geworden. Dus absoluut aanrader. Uh, wat maakt je op dit moment het meest gelukkig? Daar heb ik geen antwoord op. <laughs> er zijn wel momenten. hoor. Het is niet alleen maar een tranendal al lijkt het nu zo. Uh. Kunnen relaxen op de bank met mijn katten maakt me gelukkig. Alleen dat is heel moeilijk, want 9 van de 10 keer als ik op de bank zit, is de onrust en de eenzaamheid te groot. Maar als het lukt, dan is dat heel fijn. Uh, lachen met mijn vrienden, uh, vergeten. Hoeveel pijn sommige dingen doen. Als je zo'n avond hebt waarin je ineens denkt, wow. Wow, ik heb er al uren niet aan gedacht. Dat is mooi. En dat gebeurt. Dat gebeurt. <laughs> um, hoe ga je je balans tussen horeca en YouTube vinden? Bijna genereren je inkomsten. Uh, YouTube genereert eigenlijk geen inkomsten momenteel minimaal. Uh, er zijn wel advertentie inkomsten, maar die zitten volgens mij op deze maand letterlijk op 200 euro, logischerwijs, want ik heb bijna niet geüpload. Sorry. Um, dus um, die ene samenwerking die ik heb lopen, dat is van een automatische katbak. Die komt als het goed is volgende week of die week daarna online. Die heb ik gratis gekregen, maar daar krijg je geen geld voor. Um, en die andere samenwerking, uh, die is wel betaald is 175 euro. Dus deze maand verdien ik zo'n 400 euro denk ik uiteindelijk met YouTube. Laat het een keer 500 zijn als deze video uh, en misschien nog een vakantievideo, want november is nog niet uh, over. Um, dus eigenlijk is horeca nu wel mijn main inkomen. En In, ergens ben ik daar heel blij mee, omdat het ook betekent dat ik dus uh, die rust kan pakken, want ik werk wel vier dagen in de week, maar dat zijn avonden, waardoor ik echt vaak begin ik pas om zes uur s avonds. Ik kan echt heel veel rust pakken. Ik kan echt overdag uh, mezelf het gunnen om echt aan te voelen van wat heb ik nu nodig, waar word ik nu blij van, hoe kies ik nu voor mezelf. Dus ja, balans is er niet. <laughs> nee, um, er is rust. Rust in mijn planning. In ieder geval geen rust in mijn hoofd. Um, hoe hou je staan als je overladen wordt met goed bedoelde, toch vrij indringende? Uh, ik denk dat hierachter komt te staan goed bedoelde adviezen of zo. Ja, dat is best wel moeilijk. Ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom ik uh, minder ben gaan uploaden, omdat ik al zo hard voor mezelf ben dat ik het niet kan hebben. En geen ruimte kan geven als mensen dat ook nog gisteren bovenop gooien. Uh, zo kreeg ik gisteren bijvoorbeeld een comment van, of een berichtje van iemand die zei: um, Je ziet er echt niet goed uit. Ik hoop dat je hulp zoekt. En toen dacht ik: Wauw. Waarschijnlijk is het heel goed bedoeld, hè? Waarschijnlijk maakt ze zich zorgen. Alleen. Ik was dus van plan om deze Q&A op te nemen en ik wilde me daar niet gewoon voor opmaken. Ik was gewoon... En toen dacht ik, oké, okay, ik zie er niet goed uit, weet je, laat maar, ik ga het ook niet doen. Dat kan, kan ik helemaal niet, want dan voel ik me al zo gefaald, zeg maar, dat ik dat niet meer kan opbrengen. Nou ja, nu moest ik vandaag, moet ik straks werken, dus dan denk ik, nou, ik ben nu toch al opgemaakt, dan zie ik er toch beter uit. Um... Het heeft zoveel invloed op me, want ik ben zo niet stabiel... Dus ja, dat, dat maakt het moeilijker. Ik vind het doodeng. Ik ben zo bang voor de comments onder deze video. Dus ja, ik weet niet hoe ik daarmee omga. Um, heb je nog je contact met je ex? Nee. Is hij nog in Nederland? Ja, volgens mij wel. Want hij heeft twee weken geleden of zo iets gepost in Amersfoort. op Instagram. Dus toen dacht ik ook, hey, hij is nog in Nederland. Ook ik heb me dat afgevraagd. Maar ja, je mag geen problemen, niks niet. Maar op een gegeven moment, ja. We zijn gewoon. Uh, uit elkaar gegroeid, um, hoe gaat het met je open in en een nieuwe huis? Dat gaat super goed. Ben je nog van plan om meer hard te gaan lopen? Nee, ik ben vooral van voor plan om heel veel rust te nemen. Wat zijn je hobby's en wat waren je hobby's vroeger? Voor zo lang als ik me kan herinneren, want ik, ik kan me dus van mijn jeugd. Eigenlijk niks herinneren. De basisschoolperiode weet ik eigenlijk niks meer van. Uh, middelbare school wel. Uh, maar zolang ik me kan herinneren heb ik gezongen. Dat was altijd mijn ding, zingen. Uh, dat doe ik minder. Eigenlijk bijna helemaal niet meer nu. Ik ben het weer een beetje aan het, aan het oppakken. Ook een beetje om te onderzoeken of dat dan bij mij hoort. Of dat dan is wat me dichter bij mezelf brengt. Um... Bolen. <laughs> bolen is absoluut mijn hobby. Ik denk dat dat zwemmen ook echt wel een hobby is. Al doe ik dat ook minder. Ik denk dat ik nu één keer, twee keer per week ga. Maar bolen, ja, bolen vind ik echt heel leuk. <laughs> ben je aan het daten? Ga je nog naar zangles? Heb je nog therapie? Ik ben niet aan het daten. Ik ga ook niet meer naar zangles. En ik heb een hele hoop therapie. Eén keer in de twee weken. Ehm. Um... Droombestemming voor je volgende vakantie. Nou, ik ga dus naar Egypte. Niet per se een droombestemming. Ik heb gewoon gezocht naar waar het warm was. En niet heel lang vliegen. Um, en ik weet ook nog helemaal niet wat ik ga doen. Want kijk, nu denk ik. Ja, ik wil heel graag de piramides zien. Maar dan denk ik misschien wel. Holy shit, dan moet ik dus met een onbekende groep met onbekende mensen in een bus. Uh, ik ben alleen. Voel ik me dan veilig? Voel ik me daarbij vertrouwd? Of zeg ik, weet je wat? Ik ga nog wel een keer naar Egypte om die piramides te bekijken. En ik gun mezelf nu. De rust en niet de stress. Dat weet ik nog niet. Uh, even kijken hoor. Oeh. Ik ga er even, want ik, dit, deze video is al zo ellen lang. Ik ga er nog eentje doen. Uh, wie is je favoriete persoon? Moet ik er dan één noemen? Oh, ik heb er echt heel veel. Ik heb heel veel mensen die, die nu heel dicht bij me staan en die er voor me zijn en die me echt steunen. Dus ik kan niet één iemand noemen, want dan doe ik echt heel veel mensen tekort. Dus um, dat is ook wel iets wat ik me realiseer, iets wat ik heel erg doe. Ik, ik check uit. Dus als het leven me te veel energie kost, dan hoor je niks van me, dan verdwijn ik een beetje. Um, en er zijn een aantal mensen die dat toestaan, maar die maar zeg maar wel een soort van grip op me houden. Die dan wel sturen, hallo, uh, nu wordt het tijd dat je weer even incheckt. Gaat het alles wel goed? Ben je er nog wel? Heb je ruimte nodig? Wil je praten? Of is het ook... Hè? Dus dat, daar ben ik heel dankbaar voor. Um, ik denk ook wel dat het vaak voelt alsof ik voor mijn vrienden tekort schiet. Maar ik blijf mezelf ook wel herinneren dat dat in echte vriendschap mag. En dat ze er ook ja, wel altijd voor mij zullen zijn. Hoop ik. Dus ja, dat is een hoop hè? Dat is een hoop. Nou... Ik heb ook echt mijn best gedaan om het zo goed mogelijk uit te leggen. Maar ja, als ik mijn eigen hoofd dan niet snap, hoe leg ik dan in vredesnaam aan jullie uit hoe mijn hoofd uh, van binnen eruit ziet. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Uh, ik zal in ieder geval uh, op Instagram jullie op de hoogte houden als er een nieuwe video komt. Maar verwacht niet te veel. En wie weet valt het mee en wie weet valt het tegen. Maar ik doe wel mijn best. En het is al goed. Hoe dan ook. Dat is wat ik mezelf blijf herinneren. Of ik nou wel of niet post, het is al goed. Heel erg bedankt voor het kijken. Um... Ja, ik hoop dat het een beetje geholpen heeft. Ik weet niet hoe ik het af moet sluiten. <laughs>